Mijn naam is Jan van der Weijden en ik ben adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam. Nou, risicomanagement bij de Houthaven houdt in dat je eigenlijk de schakel bent tussen de uitvoering en de planvorming. De planvorming heeft een heleboel ideeën en afspraken gemaakt hoe ze de projecten willen gaan uitvoeren. Maar in de praktijk blijft het allemaal wat weerbarstiger. Eigenlijk probeer ik in mijn rol als adviseur risicomanagement die brug te maken en die brug te slaan, zodat hetgeen wat we gaan uitvoeren ook daadwerkelijk is wat er bedacht is. Nou, concrete risico's zitten vaak niet alleen in de techniek, die zijn natuurlijk wel, en dat is ook zeker een aandeel van het project. Maar heel veel van de risico's zitten eigenlijk in hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen samenwerken, welke contractuele afspraken er zijn en hoe die samenwerking met al die verschillende partijen, al die verschillende stakeholders en opdrachtgevers, dat tot een mooi einde wordt gebracht. Ik ben hier gaan werken omdat de gemeente Amsterdam een heleboel mogelijkheden biedt. Niet alleen in je persoonlijke ontwikkeling, maar ook in een heleboel interessante projecten waar je zelf op kan intekenen en eigenlijk een heleboel zelf in de hand hebt. Je bent niet een klein radertje in een heel groot systeem, maar je kunt eigenlijk een heleboel dingen zelf naar je hand zetten. Nou, wat ik leuk aan mijn werk vind, is dat ik intellectueel uitgedaagd word om projecten die maatschappelijk belang dienen verder te helpen en verder te verbeteren. En dat eigenlijk elke dag. Mocht je nog twijfelen of je hier zou willen solliciteren, onze deur staat altijd open om die twijfel weg te nemen.